Klimaat besluit. Ook heel belangrijk in onze gebouwde omgeving. Ja, mijn naam is Elmer van Krippen. Ik ben werkzaam bij FNB uit Hilversum. En wij zijn een bedrijf dat werkt op het gebied van energie en milieu. En wij hebben daar een aantal activiteiten, zoals bijvoorbeeld brancheverenigingen waar we heel veel werk voor doen. Ja, in het kader van water zit daar bijvoorbeeld Stichting Warmtenetwerk. Ja, dat heeft ook wat met water te maken. Misschien wat minder hun vak. Daarnaast hebben we veel opleidingen. Seminars op het gebied van energie en milieu, energie inkopen. Maar ook op het gebied van milieu doen we de nodige zaken. En we geven een aantal bladen uit. En met name de mensen wat meer uit de installatiesector. Die kennen ook vast wel de energiebeurs in Sermonbus. Die organiseren we samen met een VNU jaarhuis. Ja, dan het programma. Ik gaf het al aan, ja, drinkwater en legionella, ja, toch wel hele bekende thema's. En we hebben daar een mooi programma voor u samengesteld vanmiddag. Ja, met de aftrap, het nieuwe drinkwaterbesluit, lang op gewacht. En zijn toch veel dingen veranderd. En hebben ook een extra, wat langere presentatie, wat meer tijd voor u geruimd. En Wil Scheffer zal daar het een en ander over vertellen en toelichten. Ja, vervolgens het systeem voor veilig drinkwater, marktschema. Daar zal Anjo Kanter van Aquador wat over vertellen. Ja, en zonder goed beheer van systemen voor drinkwater kom je ook gewoon niet ver. En Kevin Kanters van Hilscope zal daar een uitgebreide toelichting op geven. En last but not least van Ingenieursbureau Wouter Drost. Walter van der Scheen zal ook gewoon vertellen over risicoanalyse en het beheer in de praktijk. Want daar gaat het natuurlijk om. Nog eventjes voor de duidelijkheid, want het gebeurt elke keer weer. Ik heb in het verleden ook wel eens een dagvoorzitterschap gedaan. Dan had ik een grote emmer met water. En dan zei ik als grap eventjes gewoon van, nou, voor de mensen die vergeten hun mobiel uit te zetten, heb je hier een heel handig systeem voor, waar we komen mee ophalen. Dus alsjeblieft zet we even een mobiel uit. En misschien ook hoe mensen naar dat schrijven. Ja, nog even voor mijn beeldvorming, ook even voor de activiteit. Wie is er een leverancier van drinkwatersystemen producten? Even de handen opsteken. Dat zijn niet zo heel veel leveranciers, zie ik. Dat kan ik me haast niet voorstellen, maar wie is er adviseur op het gebied van drinkwatersystemen? Kijk, dat is wel wat meer. En wie is er nou afnemer? Wie heeft er een gebouw waar wat verbeterd in moet worden? Ja, kijk. Ja, en wat moet er nou bijvoorbeeld in uw gebouw verbeteren? Duidelijk, ja. En wie gaat er straks de beursvloer nog op en is er nog niet geweest? Ja, daar nog iemand. Ja? En waar ga je je speciale interesse naar uit? Warmteopwekking. Warmtepompen bijvoorbeeld. Oké. Dat hebben we vanmorgen behandeld. Oké. Nou goed, er zijn vast een heleboel interessante stemmen over te vinden. Ja, dan gaan we nu vlak van start. En dan wil ik Wils uitnodigen om achter het spreekstoel te plaats te nemen. En om weer vooral mobiel te zijn. Succes! Ik word bij geholpen en vooraf in de print die ik gekregen staan een aantal dia's die ik niet vertoond. Dat heeft alles te maken met het feit dat ik alles niet uitkom met de tijd. Volgens schema een half uur, maar ik pak al 5 minuten extra. Dan heb ik daarvan al voorbereid. Ook de staal degene die dus de morgen op de website dus graag kan zien, ziet dan welke dia's dat zijn. En ik heb in de gemeente dus de meest belangrijke rond om aan te handhaven. En dat is, daar beginnen we met deze dia mee. Waarin staat, als je kijkt naar de toelichting van het drinkwaterbesluit, dat ten opzichte van het waterleidingbesluit er betere inzichten zijn in de vermeerdering en de route van legionella.
Er zijn een drietal belangrijke invloedfactoren: de temperatuur, stilstaand water en de voedingsstoffen. Nou is de voedingsstoffen eigenlijk het meest lastige. En we zien dat voor het reguleren concept, dat is een thermisch beheersconcept, dat daar de twee eerste, dus de temperatuur en de stilstaand water, dat zijn de belangrijke uitgangspunten daarvoor. Ik beperk mij tot artikel 44 van het drinkwaterbesluit. Dus de titel luidt al het nieuwe drinkwaterbesluit, maar dat is onmogelijk om het allemaal in een dik half uur te behandelen. En ik heb gekozen voor artikel 44, omdat daar waarschijnlijk de meeste vragen over bestaan en daar in mijn inziens ook nog een hoop verrassing in zit. Het gaat om de volgorde van de lichtenaar beheersmaatregelen. Ik zei al, regulier is ook in de hele regelgeving het thermisch beheersconcept. Dat is gebaseerd op een viertal criteria. Het eerste heeft te maken met de koudwatertemperatuur. Die mag niet hoger zijn dan 25 graden. De tweede, warm water op het tappunt tenminste 60 graden. Vierde, geen dode leidingen. Geen dode leidingstukken, al ongebruikte leidingen. En ten vierde, de wekelijkse gebruik van alle tappunten. En de schematisering daarachter, dat is eigenlijk de ladder van Vrom, waarvan artikel 44 de voorzetting is in het drinkwaterbesluit. Als we kijken naar de drinkwaterwet, drinkwaterbesluit en de regeling beheerpreventie, dan vindt u daar geen temperatuureis voor warm tapwater aan het tappunt. Wel wordt de warmwatertemperatuur in relatie gebracht tot de groei of de reductie van de Legionella. Maar de eis van 60 graden aan het tappunt begint niet in die regeling. Dat betekent dus dat die regeling het thermisch beheersconcept op dat punt niet concreet invult. Waar wordt het dan wel gedaan? In de bouwregelgeving. Het bouwbesluit wijst NEN 1006 aan en in de NEN 1006 voor de nieuwbouwprojecten, in die versie van NEN 1006, daar wordt wel getalswaarde genoemd. Daar wordt die 25 graden genoemd voor koud water en 60 graden voor de collectieve installaties aan de tappunten van tenminste 60 graden. Maar hebben we dan met een bestaande locatie te maken? Daarvoor verwijst het bouwbesluit, of de regeling bouwbesluit, naar een andere versie van NEN 1006. Die van 1980 met de daarbij behorende versie van 1990. En daar staan geen getalswaarden genoemd voor de koudwater- of warmwatertemperatuur. En dat heeft het gevolg, daar kom ik zo dadelijk op terug. Laten we ons eens richten op de bestaande prioritaire locaties. Noemt als uitgangspunt het thermisch beheersconcept. Stel nu dat er redelijk bewijs niet vandaan kan worden aan de temperatuureis, dus die koudwatertemperatuur en die warmwatertemperatuur, of dat men daar bewust voor wil kiezen voor een lage warmwatertemperatuur. Kan dat zomaar? Als we kijken naar lid 1 van artikel 44 van het drinkwaterbesluit, dan staat daar dat de benedenbeheersmaatregelen zijn het thermisch beheer, het fysisch beheer onder voorwaarden, of voor het chemisch beheer onder voorwaarden, of een combinatie van die beheersvormen. En die voorwaarden hebben te maken met certificering. Voor de fysische technieken is dat de IABHL 1410 deel 1, waarin dan ook tegen zit gegeven het certificaat van ATA. Voor fotochemisch beheer geldt dat ook, maar daar komt een keer bij de toelating van het CDGB, het college voor toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden. En in artikel 24 van het drinkwaterbesluit staat dat de eigenaar, dus de eigenaar van de locatie, dat die verantwoordelijk is voor het afnemen van de voorwaarden en de voorschriften in die beoordelingsrichtlijn. En er staat ook in artikel 44 een verwijzing naar de regeling der beheerpreventie. Daar zijn nadere voorschriften opgenomen met betrekking tot de volgorde. Dus we kunnen in principe, kunnen we dus voor fysische techniek of voor de geestelijke techniek.